Dit is die lijst met in de categorie 8 tot 10 prioriteit hoog de bestrijding van de dampende hondendrol. Even een vlaggetje erin steken. Onderwerpen als overlast op straat, handhaving openbare orde en veiligheid en het naleven van de leerplicht lijken minder belangrijk. Ik vind het wel een beetje raar dat de leerplicht eigenlijk minder belangrijk is dan de hondenpoep op straat. Kijk, dat leerplicht lijkt mij belangrijker als het hondenpoepbeleid. Nou, ik vind de leerplicht toch wel belangrijker dan hondenpoep. Nou, ik vind dat eigenlijk scheef, de verhoudingen. Ja, zo ja. Hoe wij die lijst ook houden en lezen, het staat er echt. Controleer op veiligheid, overlast en leerplicht. Het is allemaal minder belangrijk dan dat ene. Steekt wel lekker weg, zo'n vlaggetje in een hondendrol. Zijn de ambtenaren gek geworden of bedoelen ze het wellicht anders? Wat vindt de burgervader eigenlijk van deze lijst? Nou ja, als u mij dat zo zou vragen, zou ik natuurlijk zeggen... nee, leerplicht is belangrijker dan die dampende hondendrol. En toch staat hier wat anders. Ja. Omdat het bij handhaven natuurlijk gaat om, net wat ik zeg, het negatief effect maal de kans dat het zich voordoet. Zo, en dat is de uitleg waarmee we het voorlopig moeten doen. Ja, onbegrijpelijk dat dat getolereerd wordt. Dat moet echt bestraft worden. Deze tekst was nog niet bedoeld voor de gewone burger. Nee, maar daar is hij ook nog niet direct voor geschreven. Het komt echt goed. Als burgers vragen hebben of opmerkingen... kunnen ze hier in het gemeentehuis altijd terecht en zullen we ze ook goed proberen te beantwoorden. Nou, dat vind ik vreemd. Maar honden op pop op straat is ook niet prettig, maar leerplicht is heel belangrijk natuurlijk.